Dat maakt het helemaal zo opmerkelijk. Ja, maar er zijn regels en die hebben we met elkaar bedacht. En dan is het altijd zo dat op de een of andere manier voelt Hugo zich altijd weer geroepen om er tegenin te gaan. En dat heeft ook in het vrijgeven van allerlei informatie. Dat is echt, daar zijn we ten opzichte ook van andere landen. Ja, dan zijn we echt gewoon veel te traag en niet transparant genoeg. En dat moet Hugo zich aanrekenen. Ik maak het vergelijk ook met, misschien heb je het gezien, de Engelse minister van Volksgezondheid, wiens appjes nu ook naar buiten zijn gekomen. En die ook duidelijk had gemaakt dat hij het volk wel heel veel angst aan wilde jagen. Dat heb ik ook gezien. Kunnen we zo meteen met Hubert Bruls nog even over praten. Ja. En toen vroeg ik aan hem, dus moeten wij er ook bang voor zijn in Nederland? Dat is dus niet zo. Maar ja, dat kunnen we pas zien. Als we informatie hebben. En als die ze vrijgeeft. En het is altijd, je hebt de schijn tegen als je vervolgens zegt, het ministerie keurt het volgens de regels goed, dat het vrijgegeven wordt. En dan ga je op eigen houtje nog, terwijl je er niet eens meer over gaat. Terwijl het ook over jou gaat. Je gebruikt ook nog je hoogste ambtenaar voor, de secretaris-generaal van deze afdeling. Dat doet hij. Die heeft hij ook in het kader van, die heeft hij vaak ingezet. Ook toen met die deal met Siewert. Inderdaad, en dat is gewoon niet goed. Dus je moet daar gewoon afblijven. En je moet accepteren als er een rapport over je komt, als anderen over je beslissen, als besturen, als minister. Dan moet je er gewoon wegblijven, anders heb je de schijn tegen. Ik vind het gewoon nooit sterk. Nee. Nou ja, was het een kutkrant volgens Johan. Dus toen was het een hele lastige discussie opeens aan het worden. Dus ja, dan ben je op een gegeven moment ook wel uitgeluld. Maar stoort je dit ook een beetje aan het hele beleid van de Nederlandse regering van dit moment? Gebrek aan transparantie, draaien, keren. Ook omdat dat een van de afspraken was. Kijk, er is natuurlijk nogal wat gebeurd rondom de toeslagen, het niet vrijgeven van informatie, heel lange bepaalde memo's niet delen. Het tegenwerken, het liever boetes betalen dan dat het volk informatie krijgt. Ja, dat gaat echt om tientallen miljoenen euro's. Dat gebeurt nu ook bij de toeslagen. En ik vind dat jammer. Dus jammer is een understatement, lijkt mij, in deze, toch? Ja, van de week hadden we ook weer. Het is op een gegeven moment zo frustrerend, Wilfred. Dus ik ben blij dat ik hier vanavond vanmiddag gewoon ook over wat luchtigere onderwerp met jou mag praten. Mm-hmm. Maar het is soms ook echt gewoon niet te doen. Maar hoe bedoel je, het is niet te doen? Nou ja, het betekent soms dat we al 6 jaar in hetzelfde cirkeltje redeneren. Waarschuwen voor vertraging, vragen om informatie, om vrijgeven. En dan wordt er een belofte gedaan, hè? Transparante bestuurscultuur, zei Rutte. Dit mag niet meer gebeuren. Nieuwe bestuurscultuur, transparant. We zijn volgbaar. We geven de natuurlijke clubs tussen het kabinet en de mensen in het land zetten die dat een beetje kunnen bemiddelen. Maar dat was zo schandalig, want toen hij dat zei, toen zat daar ook de ombudsman. En die zei, ik heb in 2017 zo'n rapport geschreven. Die club die heeft u al. Mm. Dat heet onder andere de ombudsman, de Algemene Rekenkamer. Dat zijn instituten die we met elkaar daarvoor bedacht hebben. Daar moet je dan wel naar luisteren. Het was echt gênant dat hij zei, we moeten zo'n club hebben met 100 jongens en meisjes die de kritische informatie doorkrijgen. Nou, maar dat is het niet. Informatie was er, hij werd niet opgevolgd. Dat kwam het kabinet niet uit. Je klinkt inmiddels als een redelijk politicus. Er was een tijd dat jullie al een tijdje rollenbollen natuurlijk over de werkvloer gingen bij Denk. Maar inmiddels klink je gewoon, hè? Ja, dat is allemaal. We hebben een hoge leercurve. De stijl bij ons. Dus we moeten snel leren. En jullie zijn onopvallend rustig, zeg maar, gerust. Nou, het gaat al een paar jaar, zijn we gewoon hard aan het werken. En als je gewoon blijft, dan word je vanzelf bijzonder. Dan gaan mensen dat opmerken. We werken hard, we doen mee met enquêtes, we doen mee met debatten. We proberen een bijdrage te leveren. We doen amendementen, moties, gewoon net echt het harde kamerwerk. Ja. Is de eerste agressie, de eerste woede is ook een beetje er vanaf. Je krijgt op een gegeven moment ook een soort rust over je dan. Ja, dat was met een van die eerste oprichters die toen verdwenen is. Is dat ook wel redelijk goed verdwenen. Ik heb mezelf altijd echt geënt op de inhoud. Vaak ook. Ik ontkom natuurlijk niet aan wat politieke gedoe. Maar het is niet mijn favoriete onderdeel. Ik ben graag ook met de inhoud bezig. En ook op argumenten. Je maakte ook zelf een rustigere indruk. In het begin was je zelf ook nogal. Maar ik word ook ouder. Ja, dat sowieso. Dat worden we allemaal. Ja. In het meest gunstige geval natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat is altijd wel heel belangrijk dat we ouder worden. Ja, maar dat gevoel heb je wel. Dat je ook minder opvliegend bent. Minder. Ik heb natuurlijk nog wel passie voor bepaalde onderwerpen. Ik spreek net over toeslagen, maar ook over hoe de politiek werkt. Over onderwerpen die me aan het hart gaan. En daar kan ik echt wel met passie over spreken. Je ziet ook wel in die politiek. Ja, het is ook een word je wel smurf geslagen hierdoor, door die politiek? Tuurlijk. Ja, zeker. Tuurlijk. Want als je het nu leest, ik las net weer het bericht van Rutte. Die zegt, ik heb niet goed gereageerd op het enquêterapport Groningen. Ik was moe, ik kwam uit Kiev. Had net een bezoekje gebracht natuurlijk aan Zelensky. En ik had dat anders moeten doen. Wat denk jij dan als je dat hoort of leest? Nou ja, dit is een beetje zijn tweede natuur om sorry te zeggen. Dus hij dan gewoon blijven zitten. Wat er ook gebeurt. Ik denk dat we over 50 jaar, als jij en ik er niet meer zijn, dan zit Rutte er nog.
Ja, bij wijze van natuurlijk. Ja. Maar die man die wordt 150. Ja, maandag is het toevallig. Verder geen stress, hij heeft verder geen kinderen. Heb je nog een tip dan? Hoeven we hem een beetje... Ja, ik probeer hem een beetje te kietelen. Dus ik had eergisteren gevraagd, kom nou eens naar die kamer. Dan kunnen we je bevragen. Kun je verantwoording afleggen? Je hebt nogal grote woorden gebruikt. Had geen zin om te komen. Hij zei wel... ging over de toeslagen. Ja. Hij zei tijdens dat debat, zei hij nou wel via de voorzitter... ik wens de staatssecretaris heel veel succes en ik sta achter je. En we weten hoe vaak slecht dat afloopt. Ja, dan is het net als mijn voetbaltrainer. Als het bestuur gaat zeggen, we geloven nog steeds in de trainer. Precies. Dan is het vaak... Dan is het toch wel opmerkelijk dat hij, via omzicht hoorde dat... dat hij dan aan een toeslagenouder, een appje had gestuurd... dat hij niet uitgenodigd was voor dat debat. Die had ik ook gekregen. Pieter en ik hadden allebei van een van de toeslagers in het publiek zat. Waarom is je er niet? En dan appte hij inderdaad, ik was niet uitgenodigd. Toen heb ik gezegd, ja, ik heb hem vanmiddag bij de regeling... dat is dat formele onderdeel, heb ik gevraagd. Ik heb hem verzocht te komen. Ja. Sterker nog, 3 maanden geleden heb ik gevraagd... om een debat alleen met de minister-president. Het ging me niet over de afhandeling, niet over de operatie. Het ging me over de belofte die we gedaan hadden. En het feit dat het kabinet ook zei, dit heeft prioriteit. Ze hebben in het regeerakkoord opgeschreven, wij willen versnellen. Ja, en wat blijkt? We spreken van de week met een van de voorzitters voor die afhandeling. En die zegt, joh, ik heb gewoon een niet werkbare situatie hier. Ik kan eigenlijk niet veel doen. Ja, het was schrijnend.